één van ons kan dus naar die safe zone gaan. We gaan GTA 5 sterren survival doen. Ja, je moet gewoon overleven, je moet rondrijden, je moet niet doodgaan. Daar komt het op neer. Nee, mijn dit tactiek gaat vandaag. Helemaal niet. Oké, Harm stapt al over in de andere auto. Had hij niet moeten doen, want dat is echt een scheidbak. Ja, waarom doet hij dat? Misschien was zijn auto stuk of een lekke band. Oh, ik ben nu al van auto geswitcht. Wauw, dat ging niet lekker. Fuck. Dit is best wel goed te doen nog. Oh, fijn. Ja, echt? Nou, ik ben gewoon een beetje aan het chillen. Ik heb pure paniek. Ja, totdat ze jou door je kop krijgt. Mijn auto doet het niet. Oh, goed. Nee! Nee. Ben je neer? Ik ben dood. Oh! Harm is neer. Ik vloog door het raam en ik ben dood. Zo, holy shit. Ik ga maar die Netflix dood. Je moet niet te snel rijden, dat kan ik je wel zeggen. Niet te snel rijden. Harm is wel echt een loser, hoor. Harm had Gerbert het gordel die je niet omgedaan. Goed. Ik was ook wel bijna. Jongens, ik ga lekker chillen. Want ik ga er gewoon vandoor. Hey, zoek het uit. Succes. En tot in de Deense zo misschien. Dat ging heel goed. Elimination Zone. En, oh ja, wacht. De KPN blijkt gaan. Wat? Egbert, vertel eens daarover. Linkerbaan. Vandaag gaan we zien hoe zij de KPN blijven gaan challenge doen. Dat is een challenge inderdaad. Waarin je moet blijven gamen. En als jij nu wil blijven gamen, dan kan dat ook. Met KPN Ultimate? KPN Unlimited was het. Unlimited, KPN. Vandaag gaan zij de KPN blijven gaan challenge doen. En dat is een challenge waarin je moet blijven gamen. Kosten wat het kost. En als jij nou wil blijven gamen, dan kan dat met KPN Ultimate. Ik verwacht, die Game Pass Ultimate zit in mijn hoofd, man. En jij kan ook blijven gamen met KPN Ultimate. Wil je daar nou meer over weten? Unlimited! Ultimate. Unlimited. Dit is irritant, man. Ik had het niet eens door. Ah, dat ging goed. Ja. En jij kan ook blijven gamen met KPN Ultimate. Unlimited. Ja, Ultimate. Ik word gek. Unlimited! Zij spelen vandaag de KPN blijven gaan challenge. Dat is een challenge waarin je moet blijven gamen. En jij kan ook blijven gamen met KPN Unlimited. Wil je daar nou meer over weten? Check de link in de beschrijving. En dan gaan we nu kijken hoe zij gaan gamen. Ik ben wel benieuwd naar het. Ultimate. Woe! That's a wrap! Hij is zo goed, hè? Let's go, team! Heel leuk, Chambo. Probeer het anders nog 5 keer. Ja, nee, oh my god. Ik had dat nog niet gedaan. Ik denk dat het dan wel lukt. Hé, hey, ik kom maar niet door deze deur. Wat dan? Hé, ik kom niet door deze deur. Ik heb problemen. Chambo, stop! Alsjeblieft, stop! Het slaat nergens op. Chambo, er moet iets omstaan. Dat snap je wel, toch? Oh, er moet iets opstaan. Oh nee, ik val. Ik durf niet te kijken. Gozer, die gaat goed! Oh, wat een goed. Rechts, die gaat! Steef dat zo erg voor. Gozer, fuck die mensen aan. Ja, die valt niet meer in te halen. Oh mijn god. Niet toeteren? Zeg me nou niet. Had ik je? Ja, je had me flink. Ik vroeg nog specifiek om niet te toeteren, maar... Gozer, je bent er! Tegen mijn zin in. Gozer! Waar, ja. Oké, hier ben ik al 2 keer afgevallen. Ik ben er 3 keer afgevallen nu. Netjes. Maar nog voor de tweede plek. Ze zijn voor de tweede plek aan staan. Oh. Jawel, jawel. Nee! Hey. Oh. Nee, maar dit kan echt niet! No! Oh, wat pijnlijk! Oh, dit voor je de rug zitten. Hoe kan dit nou? Puk heeft een mooi schot hier liggen. Nu ligt Puk heel goed. Dacht ik echt zo, nu ligt echt ik zo heel te berekenen. Goed. Waarvoor? Ja, en jij bent nu. Ja, dat snap Don't ik. Voor jou. Ja, ik ga een poging doen. Als je hem doet, dan... Dat zou wel knap zijn, hè? Dan snij ik gewoon heel Brabant van Nederland af. Doneer ik Brabant aan België. Dat vind ik niet lief. Jullie vieren toch allemaal. Hé, hey, daar. Ik ga er zelf in! Nee! Je zei het nog net! Ik zei het, hè? Ik call iets. Ik ga iemand erin proberen te rammen en ik ram mezelf erin wedden. Ik call even iets, hè. Weet je wat mij gaat overkomen? Dat ik denk, nou ga ik er toch iemand in gieten en dat ik er dan zelf in ga. Call it! Wat maak ik weer mee in mijn, op mijn oude dag?
welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we het hebben over auteursrecht. Hij is nu pas aan het filmen. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we het hebben over auteursrecht. Ten eerste wil ik zeggen, dikke vette vrede. Want auteursrecht is belangrijk. Schendt het niet. Je downloadt toch ook een auto? Ja. Zou je een auto downloaden? Als in een echte auto? Ja. Gratis. Vroeg je daar nou even over? Ja, wat gebeurde met je stem? Graag. Je bent toch artiest? Wow, wie dat mijn stem ging bashen opeens? Schat? Jezus. Oh, het zijn bedroerd. Jongens, als Legends of Gaming in 2008 zou zijn gemaakt... Dan is dit hoe jullie de gameplay hadden gezien. En dat is dus insane. Kunnen jullie zo'n YouTube intro maken? Zo'n echt zo'n typisch Faco Games YouTube intro met superluide muziek? Dat denk ik wel, ja. Zeker weten in de comments of jij Ledge of Gaming registreert. Laat zeker weten in de comments of jij Ledge of Gaming in 2008 gekeken zou hebben als de gameplay er zo uit zou zien. Ik vind het dus te leuk. Nu weer even opletten hoor. Ja, sorry. We hebben wel ooit zulke spannende potjes gezien bij Ledge of Gaming. Nee, dit is once in a lifetime. Ja, het gaat wel echt spannend gelijk op. Spannend op. Mam. Het is wel nek aan nek, maar ja, het is een giraf vergelijken met een zeekoe. Bedenk je gewoon je eigen spreekwoorden vandaag? Wat is ik het snap hem wel, weet je. Dat is nog het hij is wel duidelijk. 1-1. Ja, maar die ja, combi haal je ja, maar hoe kom je... Je moet elkaar wel een beetje neerschieten dan. Je moet een beetje een wapen krijgen. Ja, dan is het gewoon hopen op een wapen. Op het beste. Wat is dit voor stand-off? Dit heet dus een Mexican stand-off. Ja? Ja. Wat maakt het Mexican? De sneeuw. Typisch Mexicaans inderdaad. Nou, het is daadwerkelijk weer een soort van nek en nek. Maar dat is wel een nijlpaard met giraf. Alsof je inderdaad een nijlpaard en een giraf in één kamer zit. Ja man. Dit is wel heel spannend. Dit was de dikste nek en nek die ik nog ooit De klap is... Dit was een goede tip. Ja, dit was een hele goede tip van jou. Daar ben ik voor. Tipje van de week. Nog meer van die tips. Wil je ook een tipje van de week? Laat een IP-adres achter. Nou, dit is wel. Dit is hem wel. Oh, kijk, dit kan. Oh, dit is heel interessant. Iets harder. Ja. Oh, maar dit is toch. Ja, maar ik hoorde van die scheidbank iets harder. Wie zei dat? Wie zei harder? Wie zei dat? Wie was dat? Nee. Don, zoiets zou ik nooit doen. Don, dat was letterlijk Frank. Nee. Ongelooflijk. Dat zou ik nooit doen. No. Ik denk dat in de Elimination Zone dat we Minecraft gaan doen. Ja. Nou, dan zeg ik iedereen. Fijne dag. Kan je geen Minecraft? Geplay! Ah! Nee! Ja! Nee! Oh mijn god, wat een wave! Lekker maar rijden! Lekker maar! Laatste wordt en jij wint, dan is het gelijk. Dan mij gelijk. Ja. Dat kan niet gebeuren. Jij doet gewoon voor mee van Bacon Beans. Ik kan nog jongens. Ik kan nog misschien de Mario Kart kampioen worden van Ledge of Gaming. Ja. Ik wil alleen maar paddenstoel. Even gaan weg. Oh, ze kom hier alsjeblieft. Ik kom er liever niet aan. Oh nee, gras. Dat is niet fijn. Oh nee, niet een spook, niet op dat moment. Goed. Ja. Oh mijn god, goed. Hey. Oh mijn god, dit is goed. Oh mijn god. Dit kan gebeuren. Echt remmen. Nee. Goed. Nee. Er stond een mannetje op de baan! God. Best, het is maar net zo. Hoe kun je zeggen dat iets jouw spel was en alleen maar derde worden? Dat is wel, een ding. Even nog één! Daar nog één! Nog één! Kap. Tien. Nee! Je hebt er 11. Ik ben ervoor. Gaat hij er nog een pakken? What the fuck? 10 seconden voor één man! Als ik hier onderuit ga. What the fuck? Recht voor mijn neus, man!
Hoeveel had jij er? 12? Hoeveel had ik? Ik had er 11, toch? Ja, jij had er 11 en zij had er 13. Je hebt 12! Hé, hey, je hebt wel 12, staat er. Wel? Je hebt 12. Er staat 12, kijk maar. Wow. Had ik hem wel? Ja, het staat op je scherm toch, Oele? Oele? Nu komt hij meer aan. Als daar een TikTok van komt, dan klaag jullie allemaal. Het staat op je scherm toch, Oele? Wil wachten, als we 1 minuutje wachten. Adventures. Als we 1 minuutje wachten dan! Hoe werkt het? Dan zijn we er, 1 minuutje nog! 10.06. 10.06. 1 minuut wachten! Wat als de tijd nog? Hoe 1 minuutje nog? Ja, ik ben heel benieuwd. Hoe werkt het spel? Denkt hij nou dat die tijd verder gaat? Als de tijd echt is, dan... Oké, wacht. Nee, dat is het menu. Wacht even. Nou, wat nou als die tijd daarboven? Is die echt? Tijd is echt. Nee. Oké. Ik moet gewoon een G zoeken. Iets harder dan. Wat gaan we doen? Ja! Hey! Let's go! Dit ene minuutje! Woe! Nou, dit is. Ja, kijk! Nee! Dat is echt niet daar! Woe! Wauw, dit is lijp.